Gezondheidsminister Amar Ramadan is van mening dat hij het recht heeft zijn mening te geven over een groep mensen die tegen het COVID-19 vaccinatiebeleid van de autoriteiten is. Dit zegt hij in een videoboodschap van de communicatiedienst. De bewindsman verscheen donderdag voor de kantonrechter nadat hij gedagvaard is. De aanklagers sleepten de bewindsman voor de rechter voor belediging. In dat kader ben ik dus gedagvaard en hebben wij gekeken naar waar eigenlijk mijn van mening is dat ik beledigd zou hebben. Ik kan dat helaas niet terugvinden. Gelukkig ook niet, want ik heb nooit die intentie. Dus in dat kader ben ik hier als namens de staat en als persoon. Maar het gaat om de groep verontruste burgers die eigenlijk een petitie had ingediend bij de president. Toen er was niemand president, de heer zijn excellentie Ronnie Brunswijk. Waarbij gevraagd was aan de regering om af te stappen van vaccinatiedwang. Dat wij eigenlijk moeten ophouden met het beleid wat we voeren. Dus dat zijn we goed gaan nagaan. Aan de hand daarvan had ik dus een interview afgestaan in het COVID-journaal onder andere. En nog bij een ander programma. Waarbij ik mijn ongezouten mening heb gegeven over de inhoud van de petitie. Dat mag. Ik bedoel, als iemand een petitie indient in het publiek en de media erbij is, dan mag ik ook de samenleving informeren over de inhoud. Ramadan zegt verder te verwachten dat mensen tegen een beetje kritiek kunnen. De bewindsman stelt dat hij zaken altijd goed beargumenteert en kan staven op basis van onderzoek. Dat er sprake is van dwang en pesterij met zijn beleid spreekt hij tegen. Die druk op die zorg neemt toe. En de directe oorzaak daarvan is doordat heel veel besmette personen die daar komen te liggen, praktisch 88% tot 93% komt doordat er hele groep ongevaccineerden daarvan deel uitmaakt. Dus dat is eigenlijk de insteek die ik heb gegeven. En dan vindt eigenlijk de groep van, je hebt die mensen beledigd en zo, want het is niet waar. Maar het is de waarheid. Dus we moeten wel de waarheid onder ogen kunnen zien. Vooral als je beleid maakt, moet je werken op basis van de feiten. En niet op basis van gedachten van, oké, het zal misschien goed zijn. Het is een feit, het is gewoon een feit. Je leert en je past je beleid aan. Dus dat is het. En ik hoop dat de groep willing is om te luisteren naar onze meningen en inzichten. De minister zegt dat de rechtszaak een schriftelijke procedure heeft. Op 11 november wordt er een uitspraak gedaan. De bewindsman zegt dat voor de rest het beleid van de regering doorgaat en dat de aanklacht iets is dat kan voorkomen omdat mensen van mening verschillen.